de Slam Beach Break. Weinig tijd. En we hebben nog een bijzondere combinatie inderdaad, Ivo. Ik zit hier met Billy the Kid en Lange Frans. Ja, hoi. Hoi. Jongens, jullie hebben samen een track gemaakt, speciaal voor de Beach Breaks. Dat klopt, Bigger Bottle. Ik moet zeggen dat 3 jaar gewerkt. Ja, ik heb ook vandaag nog geen klein flesje voorbij zien komen. Dus wat dat betreft zit er ergens productioneel, gaat er wat mis vandaag. Maar dat wordt nu geregeld. Ja. De grootste fles die je kan vinden, Mike, alsjeblieft. Oh, die staat ook klaar. Heel goed. Toch de rijder gelezen. Dat is altijd fijn. Je hoeft niet te rijden, Frans. Ik heb zo'n auto met even knopjes en dan druk je er gewoon een paar in en het gaat helemaal goed, joh. Gelukkig alcoholstabilisatie erin. Ik heb een alcoholstabilisator, ja. En ik heb altijd iemand bij me die veel beter tegen drank kan dan ik. En die kan altijd het roer van me overnemen. Was het een droom voor jou om met Lange Frans een track te maken? Ja. Ja, vertel. Ja, ik vind het nog steeds ook heel bijzonder dat ik zo naast hem zit ook hier. Hij is lang, hè? Ja, hij is lang. Ja, het was echt een droom. Het was echt een droom. Jongens, vertel even, hoe hebben jullie het aangepakt, die track? Nou, we hadden eigenlijk eerst een soort van freestyle gedaan toen Billy te gast was in Vol Gas. Toen zei hij van, er komt straks een breakje en blaf jij dat maar even vol. En nou, dat deed ik dan toen. En dat was bijzonder, hoor. Ja, en dat ging natuurlijk ook weer over hoeren en drinken. En dus dat klopte wel. En toen maakte hij een beat die ongeveer wel daar wat van weg had. En ja, toen heb ik wat erop geschreven en toen zijn we dat erin geramd. Maar waarom in het fout Engels? Ja, ik dacht van kijk, ik vind zo, je moet een klein beetje internationaal cachet creëren. Want dit zijn natuurlijk jongens die vliegen de hele wereld rond. Ja, en ik rij eigenlijk tussen Den Helder en Maastricht een beetje op en neer. Als een soort van veredelde postbode. Dus ik denk van dit zou wel eens mijn grote internationale doorbreak kunnen worden. Dus ja, ik moest er een paar Engelse termen in gooien. En er zit wat Duits in ook. Dus ik denk van ja, ik denk niet dat het gelukt is, maar ik heb het wel geprobeerd. En werkt hij een beetje in het buitenland? Ja, ik draai hem heel de zomer en mijn zomertour. Maar je ziet ook de comments op YouTube eronder inderdaad, ook van Engelsen of weet ik wat. Dat is wel heel grappig, dat is wel leuk. Ja, en ik speelde gisteren op Dutch Valley en daar hebben we voor hetzelfde tweede keer live gespeeld. Dus op het einde van de set gooide hem erin. Maar voor mij is het al heel raar om een liedje te hebben waarbij in het refrein de mensen vraagt om te gaan springen. Want ik maak luistermuziek, vind ik zelf. Ik maak niet echt muziek voor in de clubs, ik maak meer muziek voor in de auto, vind ik zelf, zeg maar. En dus dat was voor mij ook wel wel leuk, want we hebben gisteren mee geëindigd en iedereen ging springen en gek doen en dat was wel tof. Dus dat is voor mij ook weer een andere kant van de medaille. Nou, laten we hopen dat het vandaag net zo is, dat iedereen weer gaat springen, want jullie gaan het samen doen, hè? Ja, de sfeer zit er goed in en ik zie toch een hoop leuke kleurrijke typjes rondlopen. Ik denk van ja, nou, dat moet wel lukken. Jongens, heel veel plezier. Dankjewel. Billy the Kid en Lange Frans. The Slam Beach Break.